Hi allemaal, ik ben Jelena en ik ben er weer met een nieuwe aflevering van Q-Time. En met je Q-Time, zoals ik jullie iedere keer zeg, kan je zoveel verschillende dingen doen. Dus waarom niet gewoon je eigen baking shop starten en gewoon heerlijke desserts maken? Nou, dat kan, want dat heeft Lakeisha Wandel gedaan. En zij heeft Keisha's Cupcakes and More. En ze gaat me vandaag daar alles over vertellen. What we need is a little Q-Time. Hoe gaat het? Hoe gaat het met u? Naar omstandigheden, dat zeggen die mensen op leeftijd, hè? Naar omstandigheden, mijn schat, gaat het goed hoor. Oké, dat is het goed. Maar vertel me over jezelf en de business. Zo, ik ben Lakeisha Wandel. Ik ben 23 jaar, owner van Keisha's Cupcakes & More. Mm-hmm. Ik ben daarnaast ook student op het HAVO. En ja, dit is voor nu mijn fulltime baan. Gaat het waarschijnlijk ook voor altijd zijn. Want ik heb het is echt al mijn passie. Dus ik wil dit gewoon altijd blijven doen en uitbreiden. Hey, ik zou zeggen gewoon, we gaan nog stukjes in. Because at what point in life heb je gezegd van, hey, luister dan, ik wil bakken. Ik wil mensen lekkers geven. Oké, is ongeveer 9, 10 jaren terug. Mijn broertje werd 1 jaar. Dus ik besloot van, ik begon bij snoepzakjes, zodat we alles zelf gaan doen. Uiteindelijk zei ik van, ik ga die taart zelf maken. Dus zo nice kreeg ik geld niet. Nee, dus daar is het dan gestart. Ik heb dan die taartjes van zijn jaardag gemaakt. En toen zag ik dat ik ervan hield. En dan ben ik me dan maar wat vind je precies zo leuk? Ik weet niet. Ik vind dus bepaalde type rust. Ondanks alle stress in die keuken en hitte, vind ik toch een rust in het bakken. Mm-hmm. Dus het is waarschijnlijk, ik hou gewoon echt ervan om in die keuken bezig te zijn. Ga experimenteren, want ik wilde eigenlijk chemisch analist worden. Dus ja. Dus het is eigenlijk, stappen. Ja, klopt. Het is ook een proces om te kijken wat klopt. Past en niet past. Dus, ja, dus uiteindelijk heb ik echt gewoon voor de keuken gekozen. Mm. Ja. Oké, dus je broertje is jarig geworden, die zakjes heb je gemaakt. Je hebt gezegd, breng jullie die spullen van me, we zetten het samen zelf. Klopt, ik ben wel met dingen begonnen hoor, klaargemaakt. Want je hebt niet te veel ervaring met cakes bakken van scratch en al. Dus daar ben ik gestart en daarna ben ik dan eigen recepten gaan ontwikkelen en alles. Ja. Oké, want dan, je hebt even geoefend en eigen recepten. Want ik heb het gevoel dat ik vandaag ook een van je eigen recepten ga proeven. Ja, ik heb. Dit heb ik pas geïntroduceerd bij mij. Dat is die key lime cake. Oké, we zijn nog niet daar. Ja. Want we skippen nog steeds een paar steps. Want je bent al 9 à 10 jaar in deze bakbusiness. Wat heb je allemaal ontwikkeld? Want dit is een van die nieuwe dingetjes. We gaan even terug in de tijd. Oké. Ik maak wel echt van alles dat zoet en zout is waarschijnlijk. Dus laat zeggen taarten. Mm-hmm. Ik doe taarten, verschillende type taartsoorten, kindertaarten, themataarten. Mm-hmm. Donuts, pannenkoeken, cupcakes. En nu dat ik ook pas heb geïntroduceerd, zijn dan die gevulde donuts. Mm-hmm. Puddingvulling, milkyvulling, jamvulling, dus berinebollen. Dus dat heb ik. Zolang ik zie dat ik het wil doen, of ik het iemand vraagt ernaar, ga ik het dan proberen. Hmm. En zelfs ben je eigenlijk nooit op les gegaan? Ja, ik heb eerst een paar jaren zelf gebakken. Hmm. Gewoon met YouTube en al. Daarna ben ik me dan verder gaan verdiepen door lessen te volgen. En ja. Mm-hmm. En als je taarten dan maakt, is het met icing, met botercreme, met marsepein? Is wat de klant eigenlijk vraagt. Ik werk wel uitsluitend met botercreme en icing. Mm-hmm. Details doe ik dan meer met fondant. Omdat Surinamers, wat ik heb gezien, ook niet echt van fondant houden. Machtig. Ja, klopt. Mm-hmm. Dus ik werk niet graag ook met fondant. Het is niet iets waarvan ik nog hou. Nee, dus icing en buttercream is echt voor mij, ja. Alright. Wanneer je zo bakt, eet je eigen dingetjes nog? In het begin wel. Uh-huh. Maar nu is het tot uitsluitend proef, omdat ik zelf niet van taart meer hou. Of ik hou er niet van. Dus de andere dingen, zoute dingetjes kunnen we eten, maar ik kan het niet
dat moment eten. Mm-hmm. De volgende dag dat ik zitten van, ik lust dat ding dat ik had gemaakt. Mm-hmm. Dus maar, of ik moet een stukje laten of het is er gewoon niet meer. Mm-hmm. Maar het is niet iets dat ik meer lekker vind. Ja. Oh. Maar je doet het nog wel met liefde en ja, passie. Ja, klop. Oké, want dan kunnen we nu gaan naar de key lime pie die je voor me hebt gekeken, die je hebt gebracht voor me. Tell me what I'm gonna taste today. Het is een key lime cake, zoals je hoort lime. Mm-hmm. Het is van pure lemmetje gemaakt. Whole lemon zest, lemon sap, scratch, geen doos, geen toegevoegde geen smaken, gewoon van scratch. Mm-hmm. Yes. Alright, met een het heeft dan een lime, het heeft de lime glaze erop. Mm-hmm. En als garnering heb ik dan lemmetje gezet. Oh, this is interesting. Ik ga dit als laatste proeven. Nu hebben we al gezien wat je kan. En ik ben ook gaan snuffelen op je page. There's a lot happening there. Yeah. En als iemand nu kijkt van, hey, ik heb al gehoord van Keisha's Cupcakes and More. But ik wil nu ook gewoon gaan proeven wat Keisha er aan maakt. Hoe kunnen ze je bereiken? Waar kunnen ze je vinden? Oké, okay, op Facebook, Keisha's Cupcakes and More. Op TikTok, La Keisha. Mm-hmm. En op Instagram, Keisha. Mm-hmm. Yes. Okay. En mijn telefoonnummer 870-8587. Okay. Duidelijk. Stel iemand kijkt nu en zegt ik heb morgen taart nodig. Wat is het proces? Kan dat? Hangt van het model af. En als ik niet alweer volgeboekt, kan ik altijd helpen. Mm-hmm. Maar voor echt thema details is het graag 1 week van tevoren. 7 dagen. Je betaalt dat je voorschot. We gaan praten over de details dat je wilt. En dan komt het in orde. Ah, nee, niet zo moeilijk. Nee. Je bent nu al een tijdje in de business. Nee. Je hebt al gezegd, dit gaat het gewoon worden. Is er iets dat je nog voor jezelf als doel hebt gezet van, over 10 jaar wil ik... Ik weet niet wat er gebeurt in de koek- en bakwereld. Dus my ideas are too crazy to express. Maar is er nog iets dat je voor jezelf hebt gezegd van, dit wil ik zeker nog kunnen of leren? Ik heb nog aantal dingen in mind dat ik wil bereiken of wil leren. Mm-hmm. Dus ik heb heel veel nog te doen. Ik ben lang bezig. Kan je me delen tenminste 3? Laat zeggen, een van mijn wensen zijn dat ik mijn cakeshop zo snel mogelijk kan openen. Mm-hmm. Ik wil ook pastry gaan doen. Dus echt gewoon focus op pastry. Dus daarvoor wil ik wel naar een pastry school gaan in het buitenland. Mm-hmm. Dus dat zijn 2 van de targets die ik nog nu wil halen, ja. Nou meid, ik zou zeggen doen. Ja hoor. Ik hoop dat ik gewoon mag zien dat je... Weet je waar in de wereld je die pastryopleiding zou willen volgen? Ja, dus ik heb onderzoek gedaan. Ik heb in Nederland een school gezien. Academy. En in Amerika. In Amerika is het wel uitgebreider wat ik wil doen. Mm-hmm. Dus mijn voorkeur gaat wel naar Amerika. Yes. Let go to the United States. You better get your pastry. Ja, ik wil sowieso internationaal gaan. Dus mm-hmm. weet maar nooit, over een paar jaren heb ik ook een shop daar. Een paar maanden ben je al gewoon gone. Ja, maar ik heb het daar over mijn shop. Dat ik in het buitenland ook mag openen. Nee, laat het manifesteren. Ja, zeker weten. You should definitely do it. Nou, Keisha, ik vond het super fijn dat je bij me was. Dat je me vertelt over je journey up till now en je plannen die je nog wil bereiken en de doelen die je voor jezelf hebt gezet. En ik hoop van harte dat ze mogen uitkomen en dat alles je lukt wat je wil doen. Dankjewel, zeker weten. En jullie thuis ook bedankt voor het kijken. Vandaag was Keisha Wandel bij ons in de studio en zij is de owner en oprichter van Keisha's Cupcakes and More. En dat doet ze ook, want ze maakt niet alleen cupcakes, ze maakt taarten, ze maakt donuts, ze vult ze met de lekkerste dingen. Als je ook gewoon boeien wil of andere cakes. Nothing is impossible for Keisha when it comes to baking. Because that's her passion. En ze doet het met heel veel liefde. En she puts thought in everything she makes. Ze heeft grote doelen. So you better support my girl. Ga naar haar Facebookpagina. Ze is op TikTok. Ze is op Instagram. Order your cakes. And make sure she reaches her dream. En over een paar jaar hebben we onze eigen Keisha Wandel pastry chef in Suriname. En we gaan ook voor die shop in Amerika. So you better do that. And remember, your time plus my time is Q time. Before you guys go, because I'm going to taste the authentic key lime pie. Okay. How we done? Icing, eh? Heb je ook gedaan? Glaze, ja. Oh, this glaze. Sorry. Glaze. Glaze, eh? It's a lime glaze. Mm-hmm. Hmm. Bestel een... Bye.
This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.